8 gezinnen hebben vandaag via de Stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname, VPAS, een donatie ontvangen. De overhandiging vond plaats in Grundjari. Elk gezin kreeg een envelop met een bedrag van 480 SRD. Het gaat in deze om 2 gezinnen met een drieling, 4 met een tweeling en 2 grote gezinnen. De donateur, die graag privé wenst te blijven, heeft deze donatie gedaan in verband met haar jaardag gisteren, zegt de voorzitter van de stichting Ruud Weidenbos. Elk gezin, en dat zijn 8 gezinnen, kreeg allemaal van onze stichting, maar ook van onze donor, omdat zij de bijdrage gegeven heeft, 480 SRD. Krijgt u dan van ons. En de bedoeling is, kijk, wij gaan niet voor u bepalen wat u met dat geld moet doen. Dat bepalen wij niet voor u. Maar we weten dat de nood hoog is. Dus u weet zelf waar u gaat inpassen om deze donatie ten behoeve van de kinderen te laten komen. Want daar gaat het ons primair om. Dat we u helpen. Niet een geweldig groot bedrag, maar dat we u helpen om de kinderen, laten we zeggen, een beetje op te voeden en een kleine bijdrage te geven. De stichting onder voorzitterschap van Weidenbos ondersteunt vanaf 1992 ouders met meerlingen. Ze doet al jaren tevergeefs een beroep op de samenleving en het bedrijfsleven om dit project te ondersteunen. De stichting VPAS heeft in samenwerking met het Slans Hospitaal de keuze gemaakt voor deze 8 gezinnen. Ik heb niet uit mezelf bepaald wie erbij is. Met Slans Hospitaal hebben we dus een selectie gedaan om de kinderen of de gezinnen in aanmerking te laten komen. Hoe vaak zal deze stichting zo'n activiteit gaan organiseren? Dus we zijn er en we doen een beroep op de gemeenschap om dus de gelden ter beschikking te stellen, dan doen we dat vaker. Zodra we dus een donatie hebben, dan laten we de mensen komen. Wij kunnen natuurlijk ook activiteiten ontplooien om gelden te verzamelen uit de gemeenschap. Dan gaan we ook wel na hoor, de gezinnen die het hart nodig hebben, dan staan we ze bij. Dus we zijn open voor meer donaties. Ruud Weidenbos, voorzitter van de Stichting Vrouwen Politieke Alliantie Suriname. Zij doet een dringend beroep op de samenleving om deze stichting te ondersteunen, zodat zij vaker gezinnen kan helpen die het hard nodig hebben.